Yo jongens, aflevering 2 van ons weekje bij de Zuiderburen in Oostende. Geniet ervan. Met de tram naar Oostende, tjoeke tjoeke tjoe. Want mijn hart is dief, tjoeke tjoeke tjoe. Hallo, welkom bij Koken met Ruben. Welkom. Vandaag op het menu staat een ei. Niet zomaar een ei, nee. Ei met een beetje jodenkoekkruim. Oh, heerlijk. Welkom bij deze vlog. Welkom bij deze vroege morgen. Het is helemaal niet ik heb een klein beetje kater. We gingen wel lekker gisteravond. We zijn uitgegaan bij een club. Zieke technobunker. Echt goede muziek. Oh ja, en Ruben is opgelicht door een meisje. Door een meisje genaamd Vera. Dus Vera, als je deze vlog ziet, echt stom. Hallo Vera, we houden wel van je hoor. Op bubbelbed. Wat gaan wij doen? Soepje maken. Ik weet niet wat het idee is. Ik heb gewoon gezegd, Noah, ik wil je helpen. Ja. En dat ga ik nu doen. Nou, wij gaan lekker een soep kopen. Een lekker rijk gevulde groentesoep. Dus ik mag denk ik balletjes kneden. Jij mag lekker ballen maken. We hebben onze groenten gesneden. We hebben de ballen gemaakt. Hoeveel ballen zijn het? Volgens mij 60 of 61 of 62 of 63. We hebben 10 ballen pp. Dat is wel veel, hè? Dat is wel veel. Dus wat we dan doen, is we gaan hier gewoon een gehaktbal van maken. Kijk, ik heb nu een soort van hamburger. Daar gaan we kaas in stoppen. Daar heeft Noah de kaas. En dan doen we hem dichtvouwen. Dan hebben we gewoon een gehaktbal erbij. Nou. Dan gaat de piri piri. Hey. Oh, oh. Oké. Zie je, dat is echt vet voor kaas. Wat zijn we nu aan het doen? Ballen maken. Zitten wij hier? De bal. Aan jou de eer. Nou, dit zien de jongens pas later op beeld. Maar wij hebben gewoon zin om even een hardballetje. Oh, je ziet het al. Oh. Oh. Heel mooi. En proost. Heerlijke gehaktbal. Ja, de pier proef je wel. Lekker man! Maar hij is echt goed. Ja. Zie hier de bubbelballen van Bubbelbed. Die zijn echt lekker. Boussouf. Lekker, met veel ballen. Wat is de kans dat jij een broodje oranje neemt? Eén like en jou moet het doen. Ik zag het voor hoe je de meloen eet. Jullie doen het nu allemaal verkeerd. Je pakt de meloen, dan pak je de piri piri kruiden. Proost. Proost voor iedereen. Proost voor deze wereld. En laten we strijden voor minder oorlog. Deze is voor alle Oekraïners. Zieken uit de meloen. Dit is gewoon geen water. Dit oprecht, dit neutraliseert zo hard dat je het gewoon niet eens door hebt. Ja. Tim, wat doen we? Hey. We gaan even bouwen, de boel een beetje herstellen. Er zijn net heel veel kleine kinders op ons prachtige bouwwerk geweest en dat moeten we niet hebben. Het doel is dat dit ding er straks nog staat als de vloed is geweest. Let's go! En ons appartementje is daar, dus even zwaaien naar de boys. We zijn al goed bezig geweest. We hebben echt, nou ik weet niet of je nog weet hoe ik het net uitzag, maar we hebben alle bergen flink opgehoogd. Dus nu moet het goed komen. Ho! Ho! Ja! Ho! Oh, dit gaat goed. Strijdend gingen Bert-Jan en Tim ten onder met hun fort en werd het nacht. Zie hier een slapende Noah. Laat me nou maar met rust. Morgen kom je hier binnen en dan zie je dat ik hier heb geslapen. Misschien ligt er wel een kratje pils onder jou. Misschien is het wel een heel ergonomische houding en lig ik gewoon heel erg lekker. Dat kan ook. Slaap is een persoonlijke keuze. Zie schoof geven? Ik weet het niet. Mijn liever, mijn schat. Koepoe. En als je het ziet, love you, Johanna. Wat was je boodschap aan Johanna? I love you. We hebben 10 minuten gefixt. Dit past perfect, dit is er gewoon voor gemaakt. Ja, nou optief voor mijn matras. Wat
Wij zijn in Brugge vandaag. Schitterende historische stad. Nou, op dit moment begeven wij ons op het Marktplein. Een plein met heel veel historie. Napoleon heeft hier nog rondgelopen. Een mooie tijdperk. Toen kwam de Eerste Wereldoorlog en toen ontstond ook armoede. Daarna kwam natuurlijk weer het interbellum. Het begon eigenlijk ook wel goed. Maar ja, de aanloop naar de oorlog. Ja. Yes. Oké. Okay. Een sympathieke kerel. Zo leg je de ware emoties van mensen vast. Hoe denk je dat iemand uit Brugge heet, jongens? Een Bruggenaar. Een Brugger. Een Bruggeling. Gaat goed? Was het toch een prachtplek, hè? Ja. Ook allemaal niet. Het Koninkrijk der Nederlanden. Let maar op, hij ziet het allemaal niet. Hij snapt er niks. We zijn nu in het Koninkrijk der België. Hij ratelt maar een beetje hier en daar. Hij brabt. Ja. Jongens, het is 2:30. Wat betekent dat? Dat we over een uur ons tot de anderen moeten wenden. Kijk, wij zitten hier gewoon rustig ons drankje te doen. En dan komen al die toeristen. Al die toeristen hier staan. Kijk, daar vinden we een boot. Leuk, kijk, dat vinden we mooi, hè? Hé, hey, mooi, doe met je onder de toer. Hij is aan het filmen, hè? Naar mannetje, hij is gewoon aan het filmen. Drie kleine kleurtjes. Oh, twee kleine kleurtjes. Laatst waren we wat drinken in de avond. Toen heeft Ruben dus aan een paar 15-jarige meiden wat drank aangeboden. Met de notatie van, hey, jullie betalen het later terug, toch? Heeft ze daar toezegging op gedaan? Nou, dat zijn bako's, echt 9 euro per stuk. Dus het gaat om 27 euro. Toen heeft Ruben een tikkie gestuurd. Nooit betaald. De volgende dag kwamen ze weer tegen. Liep die meid gewoon weg. Dus ik vind, kijk, je moet niet 15-jarige meiden een drankje aanbieden. Maar we zijn wel vrienden van Ruben, dus we gaan ze wel helpen het geld terug te krijgen. Dus daarom gaan we nu wat druk erachter zetten. Het is een lekker biertje, maar ik zou het niet nog een keer bestellen. Johan ook niet. Noah, het camera naar Noah. Zou je hem nog een keer bestellen op de beeld? Ik heb liever op dit moment een portie bubbelballen. Oké, snap ik. Maar Noah, zou je nog een keer zo'n wild biertje bestellen? Ik heb liever bubbelbeds bubbelballen. Oké, dat snap ik. Maar Noah, zou je nog een keer zo'n wild biertje bestellen? Dan liever een quadruppel. Ja, quadruppel. Waarom ben ik hier de enige in de pot? Oh nee, dat mag niet. Ik mag geen peuk roken. Bert is de enige die niet bezopen is, maar hij weet de weg niet. Let's go. Ik snap eigenlijk de werkelijke hysterie. Ik snap het profijt er niet van. Oh. Ik maak heel veel aan. Pak hem helemaal kapot. Het is mijn hal van me. De wereld gaat dicht, en op denk je Brabant, want daar valt nog licht. Nee, ik heb er geen zin in. Wat ben je aan het doen? Ik ben mensen aan het verwittigen over de Gamma. Het is zo'n geweldige bouwmarkt dat ik mijn mond vloeit ervan over. En daarom wil ik mensen verkondigen over de Gamma. Hele fijne bouwmarkt. Mag ik iets vragen? Bent u al lid van de Gamma? Gerald, moet nog even beginnen. Bent u reeds bekend met Gamma? Niet echt. Oké, okay. Bent u al lid van de Gamma? Nee. Oké, okay. Wij brengen wekelijks een tijdschrift uit over de Gamma. En zou u daar lid van willen worden? Nee. Dan mogen wij wel in interview. Halve minuut interview voor schoolproject. Is voor wiskunde. Dames! Allee! Het gaat wel regenen vandaag, boys. Maakt niet, we gaan die vrouwen interviewen. Nee, dat gaan we niet doen. Jawel. Camera terug. Tjukke, tjukke, tjuk! Ik zou liever hebben dat je dit verwijdert uit de vlog. Dankjewel. Dat gaat er sowieso wel in. Ha 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 ha!
Gebetsam, wat een lul ben je ook. Zelf ben ik nog niet lid van de Gamma. Kun je mij er meer over vertellen? Gamma is een mooie winkel waar u alles kan kopen. Van potgrond tot potten. Met het... Dat zou ik op zich wel graag willen. Waar kan ik lid worden? Dit is voor de echte leden. Een Gamma pas. Hij zit te janken! Zoom in op zijn ogen! Hij zit te janken! Kijk even naar hoe rood mijn ogen zijn. Omdat mijn lens er niet goed in zit. Echt alles zit in de zakje. Wow! Ik nou weer voorbij! Dronken, maak het maar, dat ben ik. Fuck, Tim, hey! Tim, help! Auw! Ja, mijn hart uit, dief! Bedankt voor het kijken en tot de volgende.